Op woensdag 26 januari 2022 is er een presentatie gehouden voor de regeringsraad met betrekking tot de invoering van de BTW, de belasting toegevoegde waarde. Wij spraken met Roy Reiger, hij is fiscaal jurist en deskundig op dit gebied. Nou, we hebben eigenlijk de regering een update gegeven over de invoering van de BTW en waar we staan. Introductiedatum is 1 juli, maar het is natuurlijk niet alleen de wet, de hele organisatie om uiteindelijk succesvol te zijn bij de introductie. Dus ook de organisatie, het voorlichten van het publiek, want natuurlijk over de hele wereld, niemand wil belasting betalen, tenzij je weet dat je het betaalt voor goede doelen. Dus de informatie aan het publiek wordt eigenlijk is de sleutel van het succes. Dus we zijn nu strak bezig om te zorgen dat de invoering per 1 juli zou kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt van de invoering van de BTW, misschien moet ik even vertellen waarom het zo belangrijk is om de BTW in te voeren. Die BTW als consumptiebelasting, we zitten ook, dat is de huidige situatie, ook in ons land. De overheid heeft een hele grote uitdaging om genoeg middelen te verdienen om haar doelen te kunnen financieren. En de BTW helpt daarin beter, omdat consumptiebelasten betekent dat iedereen in het land belastingplichtige is, ook een pasgeboren baby. U weet het, we worstelen ook met het vraagstuk van de informele sector. Maar ook de mensen in de informele sector zijn consumenten. Dus die gaan beter bijdragen. De bedoeling van de BTW is niet, dat is het uitgangspunt, dat mensen meer belasting moeten gaan betalen. De bedoeling is om een verschuiving te laten plaatsvinden, om mensen in de loonbelastingssfeer minder te laten betalen, dus netto meer overhouden. En eigenlijk hebben we al een voorschot genomen in het kader van het tripartiet akkoord door het verhogen van die belastingvrije som. We gaan een volgende stap maken bij de invoering van de BTW. Dus om ervoor te zorgen dat mensen, wanneer ze hun loon gaan genieten tegen die tijd, ze naar verhouding minder loonbelasting betalen. Dus netto meer. Maar wanneer ze naar de winkel gaan en spullen gaan kopen, gaan ze bepalen. Dus ze komen ook in een positie terecht om een beetje zelf te kunnen bepalen hoeveel ze gaan betalen. Natuurlijk hebben we de grote uitdaging dat een grote groep mensen, zeker nu we de belastingvrije som hebben opgetrokken, geen loonbelasting meer betaalt. Belangrijk wordt dat we dus met een goed vrijstellingenregime komen om basisgoederen, en met basisgoederen en diensten bedoelen we niet alleen goederen om te eten, maar ook gezondheidszorg, onderwijs, wat iedereen dus nodig heeft om ook daarin zoveel mogelijk te voorkomen dat de BTW als extra kostenpost voor burgers gaat gelden. Maar het is een enorme uitdaging. Als laatste, we hebben geen keus, we moeten het doen. Van de ongeveer meer dan 200 landen in de wereld hebben 200 al de BTW. In de CARICOM zijn wij het enige land zonder de BTW. En nogmaals, de basisgedachte is dat we de financiering van overheidsuitgaven beter moeten gaan organiseren. En de BTW is daar een hele belangrijke, belangrijk middel om dat succes te organiseren. Als ik het goed begrijp, u spreekt over, is het dan dat die inkomstenbelasting dus dan een beetje verschoven wordt naar BTW en het meer overgaat naar bijvoorbeeld luxe consumpties? Nee, je geeft het wel goed weer. Nee, we verschuiven, praat liever over, ik focus me sterk op werknemers. Dus we gaan die loonbelasting, nogmaals, we hebben al een voorschot genomen nu met het optrekken van die belastingvrije som, toch? We willen inderdaad organiseren dat mensen over hun loon minder loonbelasting gaan betalen per saldo. En dat wat de overheid op dat punt verliest, goed te maken bij de bestedingen. Inderdaad, dat is het basisconcept.
Betalen we in Suriname veel aan belastingen relatief? Nou, dat is een hele emotioneel ding hoor. Laat me één ding zeggen. Nergens over de hele wereld willen mensen belasting betalen. Toch? We zeggen in het vak belasting betalen en vuur zijn broer en zus. Toch? Je stopt je hand ook niet in vuur. Dit is wat je doet. Hetzelfde geldt voor belasting. Belangrijk is, want dat is een van de grote uitdagingen ook in ons land, dat het besteden van die middelen goed is. Want dat is de rechtvaardiging voor burgers om te willen betalen. Weet je, de bestedingskant. Want het is geld van burgers. Dus burgers klagen als ze merken, klagen meer, als ze merken dat het uitgeven van het geld door de overheid niet efficiënt gebeurt. Dat is eigenlijk de basis. Want overal ter wereld, en dat is inderdaad iets wat we beter moeten uitleggen, als we dus die collectieve voorzieningen willen garanderen, wegen, gezondheidszorg, onderwijs, het moet gefinancierd worden. En degene die het moeten financieren, zijn wij met z'n allen die in dit land wonen. Maar inderdaad, je hebt gelijk, de druk moet wat beter verdeeld worden over de schouders die in dit land voorkomen. Dat je ervoor zorgt dat de mensen die naar verhouding meer verdienen, ook naar verhouding meer betalen. Maar dat is inderdaad een hele grote uitdaging om dat goed te krijgen. Dus als ik u goed begrijp, gaan de breedste schouders, de zwaarste lasten betalen qua belastingen? Zo spreken we het uit. Inderdaad, dat is het uitgangspunt. En dat is wat je inderdaad zou moeten realiseren. En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, we praten veel over de informele sector. Het ligt ook niet aan die sector. Zij kunnen er niet zoveel aan doen. Maar er moet inderdaad een systeem komen waarbij ook de informele sector beter meedoet. En de BTW gaat al een beetje veel helpen. Want ook de mensen die in de informele sector actief zijn, zijn consumenten. En omdat die BTW een belasting is op consumptie, zal ook de informele sector beter meedoen in de gemeenschappelijke kosten. In het dragen van de gemeenschappelijke kosten. Dus als ik u goed begrijp, is het dan zo dat de BTW eigenlijk ervoor gaat zorgen dat jij een beetje gaat reguleren, een beetje gaat regelen hoe veel belasting je betaalt aan de hand van hoeveel je spendt aan luxe? Is dat... Ja, aan goederen inderdaad. En je begrijpt natuurlijk dat mensen, als het gaat om basisgoederen, hè, dat zullen blijven doen, het besteden. Maar inderdaad, als je meer naar de luxere kant gaat, heb je zelf in de hand, toch? Dus dan ga je inderdaad de vraag afstellen, heb ik 2 mobieltjes nodig of is eentje al genoeg, toch? Dus dan ga je eerder in een positie komen om te zeggen, hé, 1 mobieltje is goed en geen 2. Of 1 abonnement is goed en niet zowel van de ene en de andere. Inderdaad, je komt in die positie om zelf een beetje te kunnen plannen als het gaat om het maken van kosten. En als ik het heb om basisgoederen, komt er daarop wel BTW of alleen? Nee, dus we moeten nog precies kijken welke. Onder de huidige omzetbelasting hebben we al een aantal vrijstellingen. Maar inderdaad, we gaan dus kijken naar de vrijstellingen ook op het gebied van de basisgoederen. Maar nogmaals, ook onderwijs, ook gezondheidszorg. Weet je? Goederen waar iedere burger makkelijk toegang toe moet hebben.